gaan naar Santorini. Taxi. Hallo, we zijn aangekomen op Santorini. Dat was een beetje een leuk vlogje. Mobbelen. Ja, kotsend kind achter me. Echt waar? Ja, ja, het kind kotsen. Maar ja, het was wel leuk. Het is echt heel erg warm hier al. En we zijn dus 8 dagen in Santorini. En jullie gaan alles zien. Dat is normaal. We gaan nu de bus in en nemen jullie mee. Veel trappen, man. Zeg helemaal. Veel trappen. Ja. We zijn in ons appartementje. Net kwamen er ineens mensen binnen. Die hebben mijn bed ineens opgemaakt. Ze komen echt binnen. Hoi. En ze gingen mijn bed opmaken. Dat was echt heel erg apart. Ik ga even het appartement laten zien. Het is klein, maar fijn. Wel schattig. Let op. Nou, je komt hier zo binnen. Appartementje 106. Ik heb hier ineens dus mijn bed. Die ze net hebben neergelegd. Een klein stoeltjes ding. Een mini keukentje met een gaar gordijntje waar een heksje kan uitkomen. Ja, een heksje zei ik, maar ja, dat noemt Jamie mij. Hier een bedje van Jamie. Mooi schilderijtje. Een badkamer. Maar ja, die douche. Daar passen er allemaal niet onder. Is een beetje klein. Dus ja. Ook wel een schattige wasbak trouwens, met schelpjes. En dan deze kamer van mijn ouders. 2-persoonsbedje. En dan daar, mijn vader, je ziet hem al zitten. Op het, hoe noem je dit? Dit is een soort balkon, terras. Terras eigenlijk, want balkon is het niet. Balkon is hoog. Je kan daar doorlopen, dan kan je die uitzicht. Ja. Dit is ook een soort van een mega verlenging balkon of zo. Dat is wel grappig. Hier kan je ook liggen, spel spelen, nog meer uitzicht. Er schijnen ook meerdere zwembaden te zijn, dus gaan we straks even kijken. Nou, uitzicht. Ik kan echt niks zien. Het is bloedheet. Felle zon. Heel erg leuk en lekker wel. Er schijnen ook meerdere zwembaden te zijn. Dus gaan we zo meteen even kijken. En er zijn ook mooie ondergronds. Er schijnt ook mooie zonsondergang te zijn 's avonds. Oh, ik zie echt niks. Dus ik ben echt heel benieuwd wat we hier allemaal gaan beleven. Ook zo'n raar dingetje hier. Wc-papier moet je niet in het wc gooien, maar in het prullenbakje. Anders verstopt het. Jamie heeft een nieuwe camera gekocht om foto's hier te kunnen maken. Dus we gaan een beetje een stukje lopen, een beetje kijken, want het is echt super mooi uitzicht. Ik zal het even laten zien en we hebben de eerste blauwe daakjes al gespot, de cactussen. Ik hoop er deze vakantie nog meer tegen te komen. Ik ben benieuwd. We gaan een foto's maken toch, Jamie? Ja. Okay.
Vertel, Jamie. Ik dacht dat het achter het glas zat. Het zit niet achter het glas. Zitten ze dan hoor? Even uitrusten. Lekker zitten. Het is 11:15 Griekse tijd en wij gaan lekker slapen op dit mooie bedje. Oh, dit hangt ervoor. Maar het was een leuke eerste dag. Hopelijk vonden jullie deze vlog ook leuk om te zien. Ook alleen omdat we gingen reizen en zo. Maar morgen komt er weer een nieuwe vlog en we gaan nog veel meer leuke dingen doen deze week. Dus blijf zeker eventjes kijken. En dan zou ik voor nu zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Doei!